Jantje was een kleine kleuter, enigst kindje teer verwend. En op zekere dag zei moeder, hoor eens even lieve vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wat voor ons Jantje. En het ventje zei toen blij, wanneer er een klein zusje kwam, krijgt zij van mij wat moois, zeg man. Dan gaat mijn spaarpot open en krijgt die schattebaan. Verwacht werd, moest Jan met zijn tante mee. En hij werd daar voor een nachtje, al zo'n vrolijke logier. Voor het geld dat Jantje spaarpot, eerst wel 10 keer nageteld, werd er in een bloemenwinkel een heel lief boeket besteld. En 's nachts in zijn bed nog in zijn slaap, zij droomt nog de kleine knaap. Straks gaat mijn spaarpot open en krijgt die schattebaan. Andere morgen bij zijn thuiskomst dacht Jan er wat vreemd vandaag. De gordijnen zijn gesloten, ze zijn helemaal omlaag. Ze nikkend sprak zijn vader Jantje, nu heb je geen moesje meer. Zij ging met je lieve zusje weg naar onze lieve Heer. En zachtjes legde Jan het boeket op het dode zusje in het bed. En weenend zei toen Jantje, ik bracht de witte roosjes mee. Mam, hier lief klein zusje, die zei.